We zijn hier bij de opening van Vodafone Ziggo Pand. En dat is werkelijk ongelooflijk hier in Utrecht. Het ziet er waanzinnig uit. En dan kom je hier een hele mooie show. En dan kom je meteen gewoon alle belangrijke mensen van Nederland kom je hier tegen. Ik ben heel blij, want het is altijd goed als grote bedrijven zich vestigen in je stad. We zitten hier boven op het Centraal Station van Utrecht. Vanaf hier ben je, nou ja, kan je overal zo in no time komen. Dus ik vind dat Vodafone Ziggo met Jeroen Hoenkamp echt een enorme zet heeft gedaan door te zeggen, we gaan met een kantoor langs het spoor zitten. Bij een van de mooiste stations in Nederland. Het is een totaalconcept. Ten eerste hebben we natuurlijk een fantastisch mooi kantoor op een fantastische plek op het Centraal Station. Echt heel mooi geworden. Ja, en vervolgens hebben we daarnaast alle medewerkers met hulp van de NS een prachtig mooie overjaarkaart eerste klas gegeven. Iedereen heeft dat aanbod gekregen. Nou, daar maken natuurlijk heel veel mensen gebruik van. Ongeveer 50% van de leaseauto's wordt dit jaar al ingeleverd. 50%. Natuurlijk leuk dat zij de hoofdsponsor zijn, maar te komen naar Utrecht waar een hoofdkantoor staat, dat voelt natuurlijk moeilijk. Nou nee, absoluut niet hoor. Ik denk dat wij Ajax-fans door heel Nederland hebben en ook in Utrecht. Ik denk goed dat ze nu een nieuw hoofdkantoor hebben waar het letterlijk samenkomt. Het is natuurlijk heel wat met twee merknamen, maar het gaat eigenlijk uitstekend. Dus ze doen het erg goed. Kijk, de klanten vinden mooie producten. Ik vind ook heel knap wat hier gebeurt aan, laten we zeggen, de visie om gewoon een bedrijf te maken waar je als klant eigenlijk niet meer met de techniek te maken hebt, maar wat je ermee kan, vind ik erg knap. Het is allemaal weer mooi voor de klanten. En jij gaat er weer leuke dingen mee doen met deze combinatie. Ja, daarom ben ik zo blij met die snelheid. Wat wij nu de komende maand doen is met 400 collega's staan wij voor de klas om gewoon allerlei kinderen digitaal vaardig te maken. Dat is nou mensen verbinden.